Wat doe je als je later oud bent? Ik heb een buurman en ik denk, die is al met pensioen. Ik denk dat hij jaar of eind 60, begin 70 is. En die sport nog steeds heel veel. Dus die voetbalt en die tennist. En altijd als ik hem zie, denk ik, volgens mij ben je nog zo'n gezonde man die zijn dag ook nog zo prettig doorbrengt. Het ligt niet alleen aan het sporten, maar ook aan een zeker optimisme, vrolijkheid. Dat lijkt me wel wat. Is er een overleden schrijver die je bewondert? Ja, meerdere denk ik. Martin Bril is er bijvoorbeeld één. Maar ik moet nu eigenlijk als eerst denken aan Raymond Carver. Zijn korte verhalen zijn een grote inspiratiebron voor mij. De manier waarop hij, het wordt vaak minimalisme genoemd, dat wilde hij zelf niet. Maar de manier waarop hij in simpele zin een prachtig verhaal van gedachten, zeker een melancholie ook kon vangen, bewonder ik heel erg. Wat is je favoriete karaktereigenschap? Ik ga er stiekem twee geven, maar ik ga doen alsof het er één is. Een soort geduldige eerlijkheid. En daar bedoel ik mee een eigenschap waarbij je de mensen om je heen en de dingen die gebeuren, dat je altijd even de tijd neemt om te doorzien wat er hier eigenlijk gebeurt. Om te bedenken, om je in de schoenen van een ander te zetten. En om daarbij dan niet te snel te handelen. Met welke tekortkoming van jezelf heb je leren leven? Ik heb, dat heb ik ook het hoofdpersonage in mijn nieuwe boek toebedeeld. Ik heb af en toe een zekere spierspasmen die kunnen zich uiten in mijn vingers. Ik heb dat van mijn moeder, want ik zie dat haar ook doen. Dan staat ze aan het aanrecht af te wassen en dan gaan die vingers de hele tijd zo. En ik merk dat al heel lang dat ik daar zelf ook de neiging toe heb. Dat ik dan wat ga trekken of strekken met ledematen. Daar heb ik wel mee leren leven. Om daar niet al te veel op te letten. Gek genoeg, want zo werkt het met die dingen altijd, heb je er dan dus ook minder last van. In hoeverre put je inspiratie uit elementen uit je eigen leven? Altijd neem je bijna instinctief uit jezelf wel al veel elementen uit je eigen leven. Een idee voor een scène, voor een locatie, voor een karaktereigenschap van een personage. Maar dit is mijn meest autobiografische boek tot nu toe. Waarbij ik ook hele passages rondom bijvoorbeeld de geboorte van mijn eerste zoontje en het eerste jaar dat daarop volgde, maar ook de periode daarvoor, hoe ik toen dacht over het vaderschap en het ouderschap, veel in die tijd heb opgeschreven en daar ook naar teruggekeerd ben bij het schrijven van dit boek. Ik denk wel dat er daar ook een soort eerlijkheid in mijn hoofdpersonage zit, omdat die zeker op die momenten erg op mij lijkt. Waarom heb je gekozen voor de thematiek klimaatverandering ten overstaan van de nieuwe generatie? Ja, het laatste half jaar als mensen vroegen waar gaat het nieuwe boek van jou eigenlijk over, dan zei ik inderdaad vaderschap in tijden van klimaatverandering. Als ik weer een boek zou gaan schrijven, dan moest dit het onderwerp worden. Dan was dit wel onontkoombaar, vond ik. Ik kwam op het idee in begin 2019. En toen zouden we bijna binnen een paar maanden ons eerste kindje krijgen. Ik merkte dat ik er zo mee bezig was met die botsing tussen iets op de wereld zetten dat er in 2100 nog moest zijn en tegelijkertijd lezen over deadlines en catastrofale voorspellingen die gaan over 2050 en over 2100. Dat die botsing in de toekomst zag ik zo scherp dat ik hier iets mee moest, dat ik hier heel veel over nadacht. En als je ergens heel veel over nadenkt, dan is dat een goed teken dat je waarschijnlijk daar ook verhaaltechnisch iets mee moet. Tussentijds wordt verteld tegen het decor van een treinreis een terugkerend thema in jouw werk. Ja, dat is waar. Waarom staat hier nog? Er zijn een aantal dingen die vaker terug lijken te komen. De fiets ook, zeker de tijdsbepalingen ook in de titels van mijn boek. 1 uur en 18 minuten, de eerste maandag van de maand, na Matthias. Tussentijds, dus er is altijd, mijn titels hebben altijd iets met tijd. En de trein is inderdaad een terugkerend thema, ook in mijn eerste boek. Ik ben een vervent treinreiziger, ik ben opgegroeid in een gezin zonder rijbewijs. Mijn ouders hadden alle twee geen rijbewijs en we hadden dus ook geen auto. Terwijl familie wel aan de andere kant van Nederland woonde. Dus ik ging met een railrunner vanaf mijn derde, vierde al met de trein. En ik ben later veel met de trein naar
mijn werk geweest, naar Amsterdam geweest. Dus ik denk dat het een decor is waar tegen mijn leven zich zo vaak afspeelt, dat ik me heel goed kan voorstellen dat mijn hoofdpersonages dat ook hebben. En uiteindelijk wil je ook een boek schrijven binnen een wereld die je goed kent. Het boek heeft een goede plot twist, dank, aan het eind. Denk je dat helemaal uit voordat je begint aan het boek? Zeker voor 90-95% denk ik dat helemaal uit. Teken ook veel uit, dan zorg ik dat ik A3 of A2 papier heb en dat ik verhaallijnen en hoe het in elkaar gaat passen, dat ik dat allemaal uitteken. En een van die dingen die ik moet uitdenken is, hoe kom ik tot een einde dat surprising yet inevitable is? Namelijk, het is een verrassend iets. Tegelijkertijd moet je als lezer, zodra het jou overkomt, denken, natuurlijk kwam het altijd hierop uit.